Mag je dat bedanken voor dat je dit hebt veroorzaakt? Turken, Marokkanen. Ja, ik ben hier omdat ik verbinding in de samenleving gewoon heel belangrijk vind. En belangrijk om vind dat iedereen in Nederland een plek heeft waar hij zich thuis en veilig voelt en onderdeel van de samenleving voelt. En dat wil ik vandaag ook laten zien door hier aanwezig te zijn. U deelt bloemen uit? Ik deel bloemen uit, ja. Waarom? Ik deel bloemen uit omdat ik het, de boodschap erachter heel belangrijk vind. Liefde, verdraagzaamheid en gelijkheid, gelijkwaardigheid tussen mensen. En geen haat. Om de moslims rustig te houden, leest de imam voor uit de Koran. Ik weet het niet. Haji, Arabisch praat. Ja, eigenlijk is het gewoon in de basis willen we gewoon samen laten zien dat positiviteit veel verder draagt dan haat. Dat je daarmee veel verder komt. Je mag barbecue in het land. En ik wens iedereen een heel mooie barbecue toe. Als je barbecue niet gemaakt is om lekker samen te eten, want te provoceren, dan denk ik, dat is toch zonde van je tijd. Hier? Wij zijn bloemen weg gaan steken voor de moskeeën. Hoe kom je aan al die bloemen, joh? Ja, dat vraag ik me ook af. De bloemhandel tient er goed bij. Heeft er een bloemist gesponsord? Het gaat ook allereerst om het gebaar, nog geen eens om het aantal. Ik bedoel, ik vind het kritische noten moet je altijd kunnen kraken naar elkaar toe. Maar gewoon een stupide actie om elkaar te provoceren, dat is gewoon uit de boos. En dat vind ik in en in triest. En vandaar iets opfleur ter opfleuring van deze trieste dag. En ik vind het gewoon mooi dat mensen uit de wijk zeggen, joh, wij staan gewoon één voor elkaar en met elkaar. Als mensen deze overtuiging hebben en Ramadan willen vieren, laat ze alsjeblieft hun ding doen. En hebben de wijkbewoners, dus iedereen heeft zijn eigen bloemen meegenomen? Er zijn mensen, ja, ik zag mensen aankomen lopen, dus ik zei al, ik neem hem nu voor mijn vrouw mee, want die geven ook nooit een bloemetje. Maar ik heb hem netjes hier achtergelaten. Oké, dank je. En dat is toch vet dat je aankomt en de hand kan vol. Het is zo mooi dat die buurtbewoners ook zeggen, ja, wonderop, weet je, dit is onze moskee. Ook we hebben niets met het geloof op Rotterdam. Dit gaan we niet doen in Rotterdam. Dat vind ik echt mooi. Dat is echt Rotterdam. Gewoon niet gek doen. Gewoon normaal doen. Top, dank je. Yes. Veel plezier. Yes, my brother man. I speak English. I'm from Jamaica. So when I hear about this protest about love, I have to be here. So that's why I'm here right now. Thank you. Peace, yes. Man. Yes, so that's what I do for the people. I come to show love and them know one love from the heart, unity, strength, you know? Yes. Dan volgt onverwacht het bericht dat Pegida de actie afblaast. We zijn heel blij. Maar het was misschien wel relletjes uitgelopen. Nee hoor, zo'n aardige mensen hier zo. Die zijn niet op rel uit. Nee? Nee, dat weet ik zeker. U hebt wel genoten? Ik heb hartstikke genoten. Met wat voor gevoel gaat u naar huis? Nou, met een goed gevoel natuurlijk. Ik vond het al een hele verkeerde besluit van de burgemeester. Ik vind het helemaal niet kloppen. Maar ja, ik vraag mij dan af of Abu Dhabi natuurlijk wel geheel vrijwillig zo'n besluit heeft genomen. Ja, met iemand met een goed gezond verstand zou je toch zeggen, ja, dat zou je toch nooit toestaan. Wat belachelijk dat het hier doorging. Ja, ik vind het helemaal niet kloppen. Ze mogen overal protesteren, maar niet hier bij de moskee. Ik vind dat gewoon niet kloppen. Ik denk bij Magia, ja, die bent toch niet gezond goed bezig, hè, zo'n burgemeester. Maar ja, nogmaals, nadruk, zou hij nou zelf echt vrijwillig zo'n besluit hebben genomen? Of zit er andere eigenlijk... Er zit misschien nog iets anders achter, zegt u. Dat denk ik inderdaad wel.